Today. Werkzaamheden Zwartenhovenbrugstraat vorderen. Het project vernieuwing en riolering Zwartenhovenbrugstraat, welke aannemingsmaatschappij Baitali NV in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie uitvoert, is in volle gang. Dit project dat in de maand november 2017 is gestart, is in 4 secties verdeeld. Momenteel worden de werkzaamheden van sectie 2 in volle gang voortgezet. Angela Del Castillo, projectmanager van de aannemingsmaatschappij Baitali NV, geeft aan dat sectie 1 de werkzaamheden betreft tussen de Stoelman en de Keizerstraat. Sectie 2 is de wegstrekking tussen de Keizer en de Dr. Sophie Redmondstraat. Sectie 3, Dr. Sophie Redmondstraat, Drambrandersgracht. En sectie 4, wegstrekking tussen de Drambrandersgracht en het Molenpad. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.